Hallo en welkom bij Pulse Model 2 Stof. Ik probeer al tijden een Mat 45 te restaureren en ik heb het nu eindelijk opgegeven. Ik kwam deze tegen, een Mat 45 in redelijk goede toestand. En ik heb besloten deze te gaan gebruiken en de oude te laten voor wat het is. Er is flink aan geknutseld aan deze set. Er zit eigen gemaakte verlichting in. Aan de onderkant zit hier draden gesoldeerd. Hier zit een soort van LED-strip in, lijkt het. In dit geval zitten er twee gloeilampen in. Fietslampjes. En hier zie ik in ieder geval één lamp zitten. De verlichting doet het niet. Ja, dat vind ik niet zo'n ramp. Ik wil dat toch op een, denk ik, iets nettere manier gaan doen. Maar ik wilde beginnen in ieder geval met kijken van hoe erg is het hier binnenin. Dus dit wordt een beetje een peek inside. Wat heeft er iemand van gemaakt? En ik moet zeggen, ik ben heel benieuwd wat ik zo van de buitenkant zie. Zo, als kind gebruikte ik hier altijd een schroevendraaier voor om die dingen open te maken, maar... Tja, oké. Okay. Prima. Goed, we hebben hier een gloeilamp gesoldeerd, of in de hot glue gezet voor de frontverlichting. De hele trein is zwart geverfd aan de binnenkant, zodat de verlichting er niet zo goed doorheen komt. Hier hoort een lichtgeleider te zitten, die is er niet. En hier heb ik wat er inderdaad uitziet als een LED-strip. Twee LED-strips zelfs. Hier zit er nog een gemonteerd op hele dunne koperkabels die rechtstreeks op de baan gemonteerd zijn. En ook hier weer een aantal klodders hot glue. Interessant. Interessant. Ik denk dat deze strips nog wel te gebruiken zijn. Met een beetje andere bekabeling. Goed weggewerkt. Het soldeerwerk kan wel wat beter. In die verlichting aan de voorkant heb ik nog wel onderdelen voor liggen. Omdat... Nou, te herstellen, weet ik niet, te vervangen door een LED misschien, die geleider er weer op te zetten, zodat dit geen holle stukken meer zijn. Verder zit er de motor, de gebruikelijke motor. Als ik hiermee verder ga, dan ga ik die pannenkoek ook vervangen. Dit is het blok. Dit zou vast moeten liggen, maar alle pinnetjes zijn afgebroken en dit is sowieso een blok waarvan ik twijfel of dat hierin hoort, thuis hoort. Ook dat vergt wat aandacht. Nou. Dus dat is nummer 1. Nummer 2, het motorloze eind, de dummy. Ik zie dezelfde LED-strips hier al in zitten, dus ik ben benieuwd. Zit hier wel een schroef in? Bij de andere ontbrak ook een schroef. Dus dan zit je te zoeken en dan gebeurt er niks. Die achterkant ging verbazingwekkend makkelijk. Maar er is niks kapot. Voorkant 1. Voorkant 2. Dat is één schroef er al uit en dat is nummer 2. Dezelfde twee LED-strips die hierin zitten. Een
aan elkaar geknoopte draden die van links naar rechts door de trein heen lopen. Ook hier weer dit hele fijne spul. En er lopen hier weerstanden naar de lampen toe. En hier loopt ook een kabel voor langs. Dan ben ik toch benieuwd. Even kijken. Even mijn transformator aansluiten. Mijn breekbordje kan ik even niet gebruiken, voor een ander project weer in gebruik. Hoe ga ik hier? Ja, dat zou... Oh. Hij blijft niet zitten vandaag. Wacht, eerst stroom erop. Niets. Andere kant misschien. Er gebeurt vrij weinig. Ik ben toch benieuwd. Het is in ieder geval een interessante constructie. Ik denk dat ik hier sowieso ook de lichtgeleider terug ga zetten. De ledjes eruit ga halen. Tenminste, ik denk dat het leds zijn. Zo. De pantografen zijn nog in orde. Dat is altijd mooi. Nou, dus dit zijn twee ledstrips die erin zitten. De ene heeft een gloeilamp, de andere heeft ledjes die niks lijken te doen. Ik ben dan toch benieuwd wat we hierin aan gaan treffen. Gelukkig zien de buitenkanten er eigenlijk best goed uit. Oh. Oh man, zo. Hier vliegt een heel stuk van de bodemplaat af. Oh jongens toch. Dit zijn gloeilampen met, die zijn niet, deze is gewoon omheen gedraaid. De bagageafdeling zit hier ook zo omheen en eigenlijk is deze hele bodemplaat gescheurd aan alle kanten en daar vloog dus ook meteen een stuk af. Nou, dat is nog wel te repareren. Hier is hij. Dit is best goed te lijmen. Maar ook hier... Ja, dus deze is met gloeilampen, zoals ik al zag. Ook overal met plastic aan elkaar en niet echt gesoldeerd. Nou, die kan dadelijk sowieso meteen de lijm in. Eens even kijken of deze ook die scheuren heeft, zo te zien niet.
heeft hier nou lijm op zitten? Oh ja, deze pantograaf is niet helemaal in orde. In de hoek is hij gelijmd. Ook die heb ik nog één over, alleen zonder de veertjes. Dus zo, deze gaat open zonder uit elkaar te knallen. Hier zit één gloeilamp in die aan het dak gelijmd was. Ja. Zo te zien is ofwel hot glue gedrukt hierin of heeft iemand geprobeerd deze dit metaal vast te zetten. Nou, ik moet zeggen, bijzonder. Heel bijzonder. Deze is in ieder geval een stuk makkelijker te restaureren dan degene die ik wilde restaureren. Deze ga ik ook schoonmaken, lijmen op één plek. En ik ga naar mijn andere modellen om daar de onderdelen van af te halen. En kijk, hier is wel een stukje af. Maar dat is volgens mij niet net gebeurd. Nou ja, in ieder geval een heleboel kleine reparaties en dit gaat eruit. Hoe ik de verlichting ga doen, als ik de verlichting ga doen, ga ik het in ieder geval niet met fietslampjes doen. Ga ik het ook solderen en niet met een plakband opzetten. En het zal sowieso LED's worden, denk ik. En misschien ga ik hier wel hem digitaal maken en de stroom door alle treinstellen heen voeren. Nou ja, projecten genoeg. Bedankt voor het kijken. Ik ga hier nog eventjes mijn werkbank opruimen. En tot de volgende keer.